Welkom bij het gesprek deze week met Merem Almatchi, die vriend en vijand verraste, ook ons, door plotseling ontslag te nemen. Waarom doet ze dat? Ze legt haar drijfveren uit. En we weten dat ze wel stopt als voorzitter van Groen, maar daarom niet als Vlaams parlementslid. Bovendien, zegt Merem Almatchi, was het niet aan Groen om de regering te verlaten omwille van de kernuitstap, maar misschien eerder aan de MR van Georges Louis Boucher. Merem Almatchi, welkom. Dank u. Laten we zeggen, op een heel vreemd moment, want het wordt een soort van afscheidsinterview. U hebt vriend en vijand toch wel verrast deze week door te zeggen, ik stop ermee. Ja, en een verrassingseffect is soms goed in de politiek. Het was iets dat ik eigenlijk al heel lang had beslist en waar het moeilijkste was om het een verrassing te houden. Maar ik ben blij dat ik het niet meer moet verstoppen. En ik blijf natuurlijk Vlaams parlementslid. U zegt het zelf, zelf een beetje verrast, dus het was een lek. Men is u voor geweest. Ik heb het om 10 uur 's ochtends gezegd dat de persconferentie zou zijn om 11 uur. En 5 minuten erna was het al bevestigd. Maar je weet dat. De wedstrijdpolitiek zit onder een stolp, onder een vergrootglas. Journalisten kunnen stevig doorvragen. Niet iedereen is daar altijd even goed tegen bestand. Ja. We zouden zeggen, hoe voelt dat nu om ontslag te nemen als voorzitter? Want ik heb de indruk dat ik bijna een bevrijd iemand, een opgelucht iemand voor mij zie. Ja, het is heel dubbel natuurlijk. Ik heb het met 8 jaar met hart en ziel gedaan. Ik ben 14 jaar parlementslid geweest, waarvan 8 jaar als voorzitter. En het is een ongelooflijk engagement en een eer geweest om dat te mogen doen. Maar tegelijkertijd, ja, als die klikker is en als je op vakantie met je familie bezig bent met het beredderen van de partij en tegen je zoon en je moeder moet zeggen, wacht nog even, ik moet dit nog even doen. En dan blijft dat duren, uren. Ja, als ik klikker is en je voelt het is op, dan is het goed om de fakkel door te geven. En we hebben ook tegelijkertijd met de partij een traject gedaan van kijk, hoe gaan we ons herpositioneren? We zitten nu in oppositie Vlaams, 2 keer in de meerderheid. En ik voelde ook dat ook voor dat traject het goed was dat iemand anders die fakkel zou overnemen, dat dat niet langer ik is. Ik geloof nogal dat voorzitters vooral niet op een stoel geplakt moeten blijven zitten. En ik heb nooit iets gehad met titels. Ik ben altijd gewoon Merem geweest. En voor mij voelde dat heel natuurlijk en goed samenvallen. Ja. Was het geen slechte timing? De partij heeft nog maar net moeten slikken dat die 2 kerncentrales langer open blijven. En dan komt er nog eens bovenop dat u de partij, bij wijze van spreken, in de steek laat. Er zijn twee antwoorden op die vraag. Je zou dat als buitenstaander natuurlijk kunnen zeggen, maar in de politiek, en dat heeft het afgelopen half jaar zeker bewezen, is er gewoon nooit een goed moment. Toen ik het besliste, zaten we als partij eigenlijk relatief goed. We wisten, ik wist, er moet nog het debat over de kernuitstap, over de energiedeal komen. Als dus u loopt er al langer mee in uw hoofd rond. Ja, van afgelopen zomer. Dus dat betekent dat dat ondertussen toch al ettelijke maanden is. Langer dan een half jaar. Ik heb die klik gemaakt eind juli. En in september dacht ik, ga ik het nu zeggen of niet? En dan reken je, als ik het nu zeg, wanneer is het dan voorzittersverkiezing? Want bij ons verloopt dat met een congres. En wat je niet wil, is dat je in zo'n interne verkiezingsrace zit op het moment dat je het debat moet voeren in een regering over de kernuitstap. Dus ik heb tot daarna gewacht. Ik heb ondertussen meegemaakt. Dus we zijn onze nieuwjaarsreceptie is in het water gevallen door corona. We hadden toen nog al die lockdowns. Het was een onzekere periode. De kernuitstap door de gascentrale van Vilvoorde is dan naar 18 maart gegaan. Dus het werd steeds moeilijker. En dan kwam die oorlog in Oekraïne. Is het een goede timing? Ik weet het niet. Maar nog langer wachten, denk ik dat ook niet goed was geweest. Maar u geeft alvast de indruk dat u het schip verlaat als kapitein op het moment dat het toch averij begint te lopen. Ik denk vooral dat het goed is dat het schip een nieuwe kapitein krijgt en alle puzzelstukjes liggen klaar. Zoals ik daarnet zeg, tijdens corona hebben we de tijd genomen om ons een beetje te herbronnen en te herrijken. Wij zijn niet zoals die andere partijen die gewoon een doorstart kunnen doen. Wij hebben na 18 jaar nieuwe kabinetten moeten samenstellen. Dan een beetje kijken, hoe gaan we nu verder met ons eigen nationaal secretariaat, al die mensen daar, hoe herpositioneren we die? Want we zitten in een nieuwe context. Wat betekent dat voor ons als partij? Dat is de oefening die we achter de schermen hebben gedaan. En dat is natuurlijk ja, een beetje een achterstand die je hebt ten aanzien van andere partijen die gewoon verder gaan met de kabinetten die ze hadden. Dat heeft wat tijd gekost. Dat hebben we gedaan tijdens corona, maar nu liggen die puzzelstukken daar wel. En het is dan des te beter dat iemand anders op zo'n moment gewoon die doorstart kan maken. Ja. Laten we eens even kijken naar wat er ook de voorbije weken en dagen gebeurd is, namelijk die beslissing om uiteindelijk toch 2 kerncentrales open te houden. Ja.
Hoe moeilijk was dat? Want ik kan mij toch inbeelden dat dat voor vele trouwe leden en kiezers van Groen een bittere pil om te slikken was. Maar ik ben zelf opgegroeid in Sint-Gilles-Waas in het Waasland. En letterlijk vanuit mijn achtertuin, waar ik, in het huis waar ik geboren ben, zag je de koeltorens van Doel staan. En ik noemde dat toen ik klein was altijd de wolkenmaker. Dus ik wist niet wat dat was. En toen kwam Tsjernobyl en moest ik in 1986 Armand Pien vertalen op het nieuws aan mijn ouders, die... Wij hadden een groentetuin en zeggen dat ze best niet meer de groenten uit die groentetuin aten. De spinazie op de markt van Sint-Niklaas, de grootste markt van ons land, was spotgoedkoop. Wie kocht dat? Alle mensen met een kleine portemonnee, waaronder heel veel Turkse gezinnen. Wij dronken zwarte thee, afkomstig uit Riza, aan de overkant van de Zwarte Zee uit Tsjernobyl. En dat heeft me toen enorm gemaakt. Dus zegt u aan mij, had je niet liever gehad dat ze alle zeven dicht gingen gaan? Dan zeg ik als groene, ja. Maar tegelijkertijd, wij hebben 20 jaar non-beleid opgekuist. Op een recordtempo. Dat is de verdienste van Tine van der Straten. En dat hadden we onder controle. Maar die oorlog in Oekraïne, die niet. We zijn begonnen bij de onderhandelingen met een gasprijs van 13 euro. We zijn gepiekt tot boven de 200. Dan weet je dat als je verantwoordelijke bestuurspartij bent en een staatsvrouw, dan moet je bijsturen. Dat is wat we hebben gedaan. En die dus deal is zeer goed. U bent geen dogmaticus. Want anders zou er nooit een compromis uit de bus zijn. Waarom komen er zo'n clichés boven? Dat is omdat men geen argumenten meer heeft. Net diegenen die woorden gebruiken, hebben 20 jaar de boel laten verrotten. Het is hun schuld dat we in de desastreuze situatie zitten waar we in zitten. Ik heb mij ook uitgesproken toen ik aankondigde dat ik zou stoppen als voorzitter tegen dat soort bullebak politiek, heel erg op de man. Maar de deal die we hebben gesloten is een goede deal. Want wat is onze erfenis? Hun erfenis is die puinhoop. Wij kuisen die op, maar we doen meer dan dat. We gaan 2 gigawatt daarover gaat het, gaan we in gesprek met Engie, dat zijn die laatste 2 kerncentrales, maar we gaan wel 8 gigawatt aan hernieuwbaar realiseren. Dat is het equivalent van 8 grote kerncentrales aan hernieuwbare energie. Ja. Dat is waar wij voor staan. Daar pakt u graag mee uit, maar is het dan verstandig geweest om bijvoorbeeld te zeggen, vlak voor die ultieme beslissing werd genomen, Groen gaat 8 miljard op de tafel leggen en we komen met 1 miljard buiten. Dat lijkt bijna op, u kent waarschijnlijk het gezegde, een paard dat door de kabinetstraat wandelt, dat komt buiten als een dromedaris. In dit geval komt het buiten als een schitterend renpaard en ziet die 8 gigawatt hernieuwbare energie bewijzen. Maar u verwijst naar het cijfer en ik wil daar niet naast fietsen, want dat is een belangrijke vraag wel. Dat document is gelekt. Hè. Tine van der Straten heeft dat neergelegd om te tonen, wij hebben ambitie nodig. Ambitie die andere landen ook tonen. Maar die 1 miljard die binnen is gehaald, is voor ons land een historisch bedrag. 1,2 miljard is een historisch bedrag in de versnelling naar hernieuwbare energie. En het is een illustratie van hoe dat onze politiek een beetje verworden is naar spektakelpolitiek met veel nieuwtjes. Het stond in stukken en brokken in kranten. Het is heel jammer dat dat van rond de regeringstafel is gelekt. Maar wat we daar hebben gerealiseerd, die 1,2 miljard, dat is een fenomenaal bedrag. Oké, u mag dat verdedigen, maar tegelijk zegt u ook, het is gelekt, met andere woorden, men gunde u dat ook niet echt. Er is ook wel een poging tot beschadiging geweest. En ik kan mij voorstellen dat u in die gesprekken vaak heel geïsoleerd stond. Ik denk ook aan de socialisten. Veel steun hebt u van hen gekregen, denk ik. Hè? Ik denk dat de les is, en ik denk dat de buitenwereld dat ook ziet, dat er maar één echte klimaatpartij is. En dat dat rond de tafel is gebleken en dat het ook uit de manier waarop wij ons hebben gepositioneerd is gebleken. En dus al die partijen die altijd naar verkiezingen trekken, hè, met van alle beloftes en die elke keer bocht na bocht nemen, uiteindelijk op het einde van de dag is het die klimaatpartij, die groene partij, die ervoor heeft gezorgd dat er niet alleen de opkuis is van het centrumpartijen en het gebrek aan beleid daar, en inclusief de N-VA, dat het ons DNA is en dat wij het als enige waarmaken. Dat klopt. Maar om het zo te zeggen, u moet dan de boel maar opkuisen. We hebben ook steun gekregen, ook van de socialisten. Want zo cynisch is het ook niet. Het wordt vaak cynischer voorgesteld achter de schermen, in de kranten, dan dat het zich rond de tafel afspeelt. Maar het is zo, het klopt wel dat wij die ambitie op tafel hebben gelegd en binnen hebben gehaald. Want het leek bijna alsof u een betere verstandhouding had met Open VLD en met premier De Croo dan met de bloedbroeders aan de andere kant. Ik bedoel dan de blauwe, de MR van Georges-Louis Boucher, die om het in oorlogstermen te zeggen, toch wel ondergronds wat raketten heeft afgestuurd. Hè? Niet alleen ondergronds, ook bovengronds. Daar wil ik wel heel open over zijn.
zijn. Op het moment dat ik heb aangekondigd dat ik als toppolitica een stapje achteruit deed en niet meer dat ik de fakkel als voorzitter door zou geven, heb ik die bullebakkerij ook aangeklaagd. Dit is een niveau dat ik nog nooit heb gezien in mijn politieke carrière. Niet omdat het nu toevallig een coalitiepartner is, maar als ik zie hoe Bart De Wever, hoe Georges-Louis Boucher tekeer gaan, terwijl het hun puinhoop is, die wordt opgekuist door een groene minister die door vriend en vijand geroemd is. Ik zou onder de grond kruipen van schaamte en stilzwijgen. Maar blijkbaar is dat een nieuwe stijl. En ik denk dat dat onze samenleving veel meer kwaad doet dan goed. Ik kan dat alleen maar zeggen en hopen dat men zich op een andere manier gaat gedragen, want dit is niet ernstig. En het morele failliet van degene die 6 jaar lang dat dossier hebben beheerd, dat was de MR. En van een regeringspartij die 18 jaar bevoegd is, maar nooit verantwoordelijk in het geval van de N-VA, om bijvoorbeeld hernieuwbare energie te zetten. Wij zitten hier in het Vlaams parlement. Als ik Vlaams nationalist zou zijn, ik zou beschaamd zijn van het feit dat we de slechtste leerling van Europa zijn, als een van de rijkste regio's van Europa. Dat is het palmares van die regeringspartij. En dan komt in mij mijn engagement wel boven. En dan denk ik, is het met bullebakkerij dat je je onmacht moet verbergen? Is het met agressie dat je moet proberen de aandacht afleiden van het feit dat je er niks van hebt gebakken, zwijg dan toch stil en doe het dan beter. Ja, hier... En ook daar schiet de Vlaamse regering tekort, want amper 200 miljoen euro zonder concrete maatregelen. Wij hebben zo vaak de hand uitgestoken. Ik doe het hier nogmaals echt oprecht, omdat dat ook mijn groene engagement is. Maar ook als Vlaming, ook als iemand met Turkse roots, geboren hier in België, zeg ik, dit is eigenlijk ons land onwaardig en Vlaanderen onwaardig. Hier zien we weer de heel gedreven politica die nu afscheid neemt. Want dan denk ik, ja, als het zo'n belangrijk, levensbelangrijk thema is voor de Groenen, dan had u ook de regering kunnen verlaten en zeggen, sorry jongens, maar met dat spel doen wij niet meer mee, want we halen niet wat we willen krijgen. Wel, er is degene die niet heeft gehaald wat hij wilde krijgen, was meneer Boucher. Hè. Die is van 0 kerncentrales, 9 gascentrales overgegaan naar 2 kerncentrales, vervolgens 4 kerncentrales. Er is aan de onderhandelingstafel en de regering een heel mooi akkoord gesloten waar wij die versnelling naar hernieuwbare energie hebben binnengehaald, op tafel hebben gelegd en binnen hebben gehaald en vervolgens gewoon aan goed bestuur hebben gedaan. En ik denk dat er eigenlijk heel veel mensen in de bevolking zijn die dat waarderen, die zien dat en moeilijke omstandigheden, Vivaldi ook akkoorden sluit. En ze die steeds meer en meer ergeren aan steekvlampolitiek en steekvlammeningen. En ik denk dat dat op de lange termijn zal renderen. En het is dan aan Georges-Louis Boucher om de regering te verlaten, want hij heeft niet gehaald wat hij wou. Hij blijft ook na een akkoord, maar verder gaan. Dan denk ik, dat klinkt bijna als een invitatie, Georges-Louis Boucher, verlaat de regering maar. Ja, iedere partij moet zijn eigen rekening maken. En wij hebben samen heel goed die deal voorbereid, heel goed nagedacht. Wat is nu het beste voor onze bevolking? Want dat, ook in heel het debat, op den duur vergeten we dat bijna. Wij hebben 3 miljard uitgegeven op 3 maanden om mensen te helpen om een energiefactuur te verlichten. Ik besef heel goed dat dat voor sommigen dan zelfs nog te weinig is, omdat het zo'n waanzinnige context is met ontplofte prijzen. Maar wat hebben wij als Groenen dan gedaan? Wij denken dat vanuit het voorzorgsprincipe. Hoe voorkomen we dat dan zich nog voordoet? Hoe kunnen we helpen dat mensen hun factuur volgende keer structureel lager is? Door een beter kader te maken voor energiecoöperatieven die vandaag de goedkoopste prijs hebben, het meest stabiele kader, door te zorgen dat mensen kunnen isoleren, door een goedkopere btw op zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen. Ja. Op die manier help je je bevolking echt. En dat is voor ons en voor mij een heel belangrijk term. Help je mensen ontzorgen. Neem je zorgen van hen weg. Mm-hmm. En wij nodigen ook andere regeringen uit om dat te doen. Maar in heel dit debat, dat heel veel spektakel is, mis ik soms die vraag. Ja, voor wie doen wij het eigenlijk? U noemt het spektakel, en voor wat doen we het eigenlijk? Maar voor anderen is het ook wel heel belangrijk in die zin. U zegt het zelf, ja, bent u dan niet grenzeloos naïef geweest om met die MR van Georges-Louis Boucher mee in zee te gaan, wetende waar hij voor staat en ook wetende aan Franstalige kant welke vecht hij daar voert tegen de PS, tegen Ecolo, tegen PTB, etc. Er waren 2 mogelijkheden. Ofwel had je een regering die paars-geel was, ofwel had je een samenwerking tussen verschillende partijen, verschillende families. En dat kon gewoon paars-groen geweest zijn. Dat kon ook Vivaldi zijn, en met de CD&V bij. En het is Vivaldi geworden. En de MR heeft in die onderhandelingen was heel gretig om mee te onderhandelen. Herinner u, Bart Wever had gezegd, niet met de MR. Er is een vertrouwen ontstaan tussen de Nederlandstalige partijvoorzitters. Ik heb een heel goed contact altijd gehad met zowel de voorgangers als de huidige voorzitters van CD&V
en VLD. En vanuit dat vertrouwen is Vivaldi kunnen ontstaan. En ook tijdens de onderhandelingen heeft Georges-Louis Boucher een beetje een brokkenparcours gelopen. Wij wisten dat hij zich zeer graag verbaal liet gelden, maar rond de onderhandelingstafel is daar een akkoord gesloten waar onze leden van hebben gezegd, het is een historisch akkoord. Het is een geweldig progressief, groen en sociaal akkoord. En dat zie je ook in de feiten. Deze regering met het sociaal tarief heeft een totaal andere richting ingeslagen dan de vorige regering. En je ziet ook het contrast met de Vlaamse regering, die wel nog op die Zweedse teneur verder gaat, waar elke keer als er zeer grote uitdagingen in de samenleving zijn, men zegt ja, maar onze begroting, ja, we zullen een gevecht, juridisch gevecht voeren met Fernand Huts, klinkt geweldig, maar wanneer het eventueel resultaat zou kunnen hebben, dat weten we niet en de investeringszekerheid komt ermee in het gedrag. Mag ik daar eens op terugkomen? Op dat grote historische akkoord, u zegt dat nu, maar het is nog niet af, hè, want als we nu vooruitkijken naar de toekomst, die ziet er niet goed uit. De beslissing is nu wel genomen om die twee kerncentrales langer open te houden, maar nog maar pas hebben we vernomen dat Engie opnieuw bevestigt, ja, dat gaat niet lukken. Ze zien het eigenlijk niet zitten. Wat denkt u daarover? Wat ik daarover denk is dat u bevestigt wat wij als Groen al heel vaak hebben gezegd, dat dat pad heel veel hordes heeft en dat dat echt niet evident is. Engie heeft in 2018 tegen de toenmalige regering gezegd, het gaat niet meer. Dus we weten dat dat een pad is met enorm veel hindernissen. Maar dat verhindert niet dat wij altijd wel loyaal als bestuurspartner ons werk doen en werk deden en ons werk doen. En dus je kan ook te loyaal zijn op de buren. Ja, dat is waar. Maar langs de andere kant zien we wel dat met de akkoorden die nu gesloten worden, ons land een andere richting wordt ingezet. Mm. En dat we effectief nu een van de voorlopers, frontrunners zou ik bijna zeggen, maar voorlopers is een veel mooier woord, in Europa en internationaal zijn rond windenergie op zee. Mm. Dat we echt daar een tanker hebben gekeerd. En dat maakt mij als groene voorzitter fier. En als u zegt, Vivaldi heeft zijn belofte nog niet helemaal waargemaakt, dan ga ik u heel eerlijk zeggen, ja. Maar ik ga niet op de manier zoals andere partijvoorzitters doen, mij continu op die manier profileren, want dat maakt het project van Vivaldi alleen maar moeilijker. Die reservecapaciteit, daar heeft u voor gezorgd en daar zal u voor zorgen. Ja. Maar keren we terug naar die verlenging. Wat als Engie nee zegt, dan zitten we terug in een diepe crisis. Op regeringsniveau. Ja, wij hebben als Groene Partij elke keer alle veranderende omstandigheden goed ingecalculeerd. We weten dat dit geen gemakkelijk gesprek met Engie gaat zijn. Ik heb Engie ook horen zeggen, we gaan loyaal kijken wat we kunnen doen. We hebben ervoor gezorgd dat zij niet in de riante onderhandelingspositie zitten, als dat sommigen dachten, door ook het plan rond de gascentrales verder uit te werken. Want we wisten dat we met een tekort gingen zitten in de winter van 25-26 door het gebrek aan voorbereiding van de vorige regering. Ik word nu misschien wat technisch, maar we hebben ons voorbereidend werk gedaan, waardoor dat Engie ook verplicht is met ons te onderhandelen. Maar wat als Engie toch zegt, het gaat niet lukken, dan zit je toch met een serieuze crisis. We zitten met Engie als partner. Daar houden we rekening mee, maar het heeft geen zin om daar nu op vooruit te lopen. We gaan, zoals dat Tine van der Straat het afgelopen anderhalf jaar meesterlijk heeft gedaan, met alle partners in dit proces praten. En dat gaat trouwens niet alleen over Engie. Het gaat ook over Europa. Het gaat ook over onze buurlanden. Het gaat ook over de technische, de veiligheidsvereisten. Het gaat ook over het bestellen van uranium, waarvoor we ook 100% afhankelijk zijn van het buitenland. Al die elementen spelen mee en u stelt terecht de vragen die wij al heel lang opwerpen en waar heel lichtjes over werd gegaan, maar waarvan wij zeggen, het is niet evident. Dit is geen gemakkelijk dossier. Want is dat ook de reden waarom u zegt, of waarom de regering gezegd heeft, twee kerncentrales langer open, maar ook tegelijk twee nieuwe gascentrales bouwen, om precies dat tekort, die buffer te kunnen hebben en dat tekort te kunnen opvangen? Ja, dat is gewoon de harde realiteit van het gebrek aan voorbereiding. Dat is de verpletterende verantwoordelijkheid van de vorige regering, Michel Jambon, en dus ook van de partij van meneer De Wever en de partij van Georges-Louis Boucher. En ik gebruik het woord verpletterend omdat het echt dat is. Hè. Men heeft 6 jaar lang tijd gehad. Men wist het. In 2014 hebben zij beslist, oké, we zetten door met het sluiten van 5 van de 7. En vervolgens hebben ze zelf rondjes gedaan. Een van die regeringspartijen is uit de regering gestapt omwille van een vaag migratiepact dat ze zelf hadden ondertekend. Daarvoor ging het wel. Maar blijkbaar achteraf komt dan plots het inzicht en begint men te schieten op degene die het aan het opruimen is. Ik vind dat dat heel veel zegt over een gebrek aan politieke daadkracht. Want vele van uw supporters, zal ik maar zeggen, uw achterban, de milieuorganisaties, ook de klimaatjongeren, die kijken toch of die zien toch met een dubbel gevoel wat er allemaal gebeurt, die kerncentrale. Centrales langer open, dan nog die verfoeilijke gascentrales qua klimaat. Dat ziet toch allemaal niet goed. Dus ik neem aan dat vele van uw leden en sympathisanten
met een serieuze knoop in hun maag zitten. Oh, maar ik zit ook met een knoop in mijn maag en zij weten zeer goed, en dat is ook wat ze hebben gezegd, hè. Ik weet niet of u dat hebt gemerkt, maar zij zien net zoals wij, als een partij zet die op voorhand denkt, lange termijn denkt, en zoals zij ook denken, milieubewegingen ook denken, onze jongerenafdeling ook denken, wij zijn een partij van het voorzorgsprincipe en wij moeten nu opkuisen at the end of the pipe. En dat is het gevolg geweest van al die jaren non-beleid. En de vraag is dan, hoe bereid je dan die stap naar de toekomst terug voor? En het is goed dat zij ons daarbij bij de les houden. Maar het is tegelijkertijd een bevestiging dat wij degene zijn die daarin de stappen vooruit zetten. Ja. En dus in die zin trekken wij daarin echt aan hetzelfde zeil. En zie ik bijvoorbeeld de sector van hernieuwbare energie die aan de Vlaamse regering vraagt om ambitie te tonen. Zie ik bijvoorbeeld dat in die perscommunicatie van de milieubewegingen men voorstellen doet rond maatregelen die allemaal Vlaamse bevoegdheid zijn. En dus zie ik een Ronnie Bellmans, de expert van Energyville, die ettelijke honderden pagina's aan rapporten heeft geschreven die zegt van ja, maar waar blijft het Vlaamse beleid? Federaal heeft nu een goede pragmatische beslissing genomen. Hoe gaan we nu verder? En dat is wat mij sterkt in de zin dat zij weten dat wij hun bondgenoot zijn en wij weten dat zij ons bij de les willen houden. Want ja, we gaan het als land beter moeten doen. En ze kunnen daarvoor echt ook op ons rekenen. Met de problemen die op ons afkomen, en u gaat nog een tijdje moeten blijven zitten als voorzitter voor er een nieuwe komt. Ik doe het ook graag, vooral maar het is tijd om een beetje gas terug te nemen. Daar twijfel ik niet aan. Maar zeker als er opnieuw problemen opduiken, u zegt ik ben nu weg, ik ben ontslagnemend, dan bent u eigenlijk vleugelam in de wedstrijd. U gaat niet meer zo hard op tafel kunnen slaan. Ik ken uw temperament wel, maar men gaat dat toch niet meer op dezelfde manier bekijken als daarvoor. Ja, maar dan onderschat u hoe sterke bestuurders dat wij hebben met Elke van den Brand in Brussel, Tine van der Straten op energie, Petra de Sutter als vicepremier en bevoegd voor overheidsbedrijven en ambtenarenzaken. En wij drie van de, en dat zeg ik zonder enige overdrijving, drie van de beste bestuurders in dit land. En ik ben er, maar ik ben al een tijdje iets meer ruimte aan het geven aan onze ministers. En dus ik heb daar het volste vertrouwen in. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Bovendien zijn de afspraken ook gemaakt met dit akkoord, hoe we nu verder gaan. Ja, maar ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen. U hebt dat natuurlijk doorgesproken in de kleine inner circle, wat logisch is. Maar dat voor een heel pak mensen rondom u, die nu toch het gevoel hebben, we zijn ontredderd, we zijn onze voorman, onze voorvrouw kwijt, degene die ons moet leiden. En we zitten nu in de problemen. U laat een verwezen partij achter. Ik denk dat ik een partij achterlaat met heel veel mensen met talent en die heel kritisch zijn. En is het moeilijk geweest de afgelopen jaren? Ja. Maar alles ligt klaar om echt in topvorm te zijn tegen 2024. En dus in die zin, er is nooit een goed moment in de toppolitiek. En daarom dat sommigen ook veel te lang blijven zitten. Mm-hmm. En ik wil niet een van die sommigen zijn. Nu zegt 24, sommigen zeggen, ja, federaal zou het misschien vroeger kunnen. Hè? Ik denk dat het de moeilijkste zou ook goed zijn. Ja, apart verkiezen, federale regering en daarna dat is een debat enzovoort. Dat ik graag met u zou voeren, want ik heb met grote ogen gekeken hoe een debat soms een zekere ampleur kan krijgen, onnodig, en dat we dan beslissingen nemen waar we achteraf van zeggen, hadden we dat wel moeten doen. Over de lokale verkiezingen trouwens hetzelfde. Hè, wat hier in het Vlaams parlement is beslist over hoe we de volgende keer naar de verkiezingen gaan, waar de opkomstplicht is afgeschaft. Ik moet zeggen dat ik daar met grote ogen naar gekeken heb. Ik denk dat dat een historische vergissing is. Zeker als je ook kijkt naar de lessen die we zien uit Nederland, met bijzonder lage opkomsten, welke groepen er dan wegblijven. Dat was eigenlijk dezelfde soort dynamiek. Men denkt, we gaan hier iets, terwijl het eigenlijk geen remedie is voor het probleem. Ja. Maar goed, dat maar gezegd zijnde, is uw vraag wel een terechte vraag. En kan ik alleen maar zeggen dat ik denk dat we daar zo goed mogelijk in laveren. Mm-hmm. Want net op dat punt, als nu iemand anders, een man, een vrouw, u in uw voetsporen moet treden, dat is toch geen cadeau. Een partij die het zo moeilijk heeft, die moet knokken in die regering om overeind te blijven, tegelijk oppositie voeren op het Vlaamse. En dan in de wetenschap wellicht, dat als het allemaal niet goed uitdraait, dat gaat een voorzitter zijn die een partij naar een verkiezingsnederlaag leidt. Er zijn twee dingen die in het leven van een voorzitter een zekerheid zijn. Je bent altijd eindverantwoordelijk en je bent het gezicht van de partij. En je bent het gezicht, je krijgt de goede dingen als het goed gaat met een partij. Je krijgt de moeilijke dingen als het minder goed gaat met een partij. Ik kan alleen maar zeggen dat wij als partij altijd hebben gewerkt als een collectief. En dat we de afgelopen anderhalf jaar als collectief in moeilijke omstandigheden met corona hebben nagedacht over die nieuwe context voor
voor ons die ook anders is dan in 1999, waar we in twee regeringen wel zitten en in één regering niet. Hè. We kunnen ons gaan gedragen als een oppositiepartij die nul verantwoordelijkheid heeft. Dat zien we bij de N-VA. Zo zijn wij niet. Wij willen er het beste van maken. En we zitten ook in heel veel meerderheden lokaal. En die sterke wortels, die zijn denk ik het belangrijkste geheim. Je kan heel veel praten over de wetstraat. Wij zitten hier in het Vlaams parlement. Dat trekt heel veel aandacht naar zich. Maar als je wortels sterk zijn, dan overleeft een boom elke storm. En ik denk dat het verhaal is. De kopman, kopvrouw bij ons is altijd deel van een collectief. Bij ons loopt het niet zo of zo één figuur. Dat gaat niet. U hebt zelf congressen bij ons meegemaakt waarin u ziet hoe het heel anders loopt. Heel moeilijk soms ook. Ja, maar zeer democratisch en zeer participatief. En ik ben daar fier op dat het DNA is van onze partij. En dat geeft ook een zeker gerust gemoed. Want we winnen samen, we verliezen samen. Maar ons engagement is ook samen gedeeld. En je hebt geen glazen bol. Ik heb gezien dat men het circulatieplan in Gent de grond in had geschreven. En het zou verschrikkelijk worden. En mensen gingen verhuizen. En achteraf werden onze schepenen geloofd voor hun daadkracht en hun politieke moed. En ik denk dat kompas van onze ideologie, dat is wat een voorzitter moet hebben. En voor de rest werken naar... Je hebt nu iedereen verrast. Hè. Laten we zeggen, na de kernuitstap, de meremuitstap. Hè. Als ik het zo mag parafraseren. Maar wat nu? U landt terug in het Vlaamse parlement. Ja. U gaat zich hier, denk ik, volledig terug gooien. Ja. Even decompressie. U moet me dat gunnen. Zeker. Het zijn heel heftige jaren geweest. Hebt u nu geen schrik om weg te demsteren? Zo altijd in de spotlights en de hitte van de wetstraat en van de keuken. Maar nu... Ik ben voorzitter geworden omdat ik als parlementslid aandacht trok bij mijn engagement in de bankencrisis. Men had mij verwacht dat ik in de commissie asiel en migratie zou zitten met mijn achtergrond. Men had verwacht dat ik iets rond gelijke kansen ging doen, wat trouwens een ongelooflijke passie is van mij. En ik heb altijd twee dingen gedaan. Ik heb dierenwelzijn gedaan en ik heb economie en financiën gedaan. En dat zijn mijn twee inhoudelijke passies. Ik ben vegetariër sinds mijn 16e, dus vandaar komt dat dierenwelzijn stuk. En ook omwille van het groene. En dat economische, dat harde financiën, dat heb ik destijds met Gwendoline Rutten, ook een Jan Bon enzovoort gedaan. En dat wil ik van plan om terug te doen in het Vlaamse parlement. Ah, ja. En er is een reden waarom ik vandaag voorzitter ben. Dat is omdat ik dat engagement toen zo heb vormgegeven in dat parlement. Als ik wegdeemster, is misschien tijd om gewoon volledig te stoppen. Maar ik denk dat ik gewoon aan tijd decompressie me terug ga storten op de passies die ik heb. En dan gaan we wel zien welke thema's u probeert terug ter harte te nemen. Ja. Ik ga u vooral niet vragen wie gaat u opvolgen, want dat spelletje kennen we. Daar gaat u toch niet op antwoorden. Maar misschien hebt u wel een tip voor uw opvolger. U hebt nu 8 jaar ijzersterke ervaring opgebouwd. Ja. Met, hoe zal ik het zeggen, met lief en met leed. Ja. Wat is de tip, gouden tip? Ja. De gouden tip is, blijf uzelf. Het vergrootglas van de wetglaas, van de wetstraat, verandert mensen. En het verandert mensen omdat je ook heel veel tips krijgt van op die vraag moet je vooral niet antwoorden, gedraag je zo, let daarop, et cetera. En dat kan soms heel verlammend werken. Dan word je iemand die je eigenlijk niet bent. En ik heb dat zelfs ook gevoeld op bepaalde momenten. En dan... Dat voelt niet goed. Dus mijn enige advies is, het is aan de leden om de nieuwe voorzitter te verkiezen of voorzitter te verkiezen. Mijn enige advies is, blijf echt jezelf. Hoe harder de hitte, hoe belangrijker dat is. Ook om je goed in je vel te kunnen blijven voelen. Ik heb 8 jaar lang de meest gore bagger over mij gekregen. Ik kan helaas... Moet ik die woorden gebruiken? Doodsverwensingen, bedreigingen thuis, stalkers. Elke dag op Twitter, wat ik ook post, een hele lading aan commentaar waarvan ik denk, als je nu opstaat en je kijkt in de spiegel, is dat dan uw opdracht voor de dag? Is dat dan waar je genoegen uithaalt? Blijkbaar sommige mensen wel. Blijkbaar hebben sommige mensen het moeilijk met het feit dat ik besta. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd, die inspiratie van Maya Angelou, een foto die ook gisteren op mijn persconferentie stond, een Amerikaanse mensenrechtenactiviste, die zei, je mocht me nog zo hard aanvallen. Did you want to see me broken? I'll rise, I'll rise. En tegen al die bagger en tegen al die haat ben ik zo goed mogelijk mezelf gebleven. En ik zal er blijven staan. Dat is wat mij drijft. En dat is ook een voorbeeld voor veel mensen die zich vandaag afvragen, zou ik wel in de politiek gaan? Want de toxiciteit die ook mee uitgedragen wordt door een aantal politici, schrikt heel veel mensen van goede wil af. En dat is heel spijtig. Ja.
Desondanks moet ik u van harte bedanken voor dit afscheidsgesprek, zal ik het zo maar noemen. Maar in ieder geval een Merem Almaty die met opgeheven hoofd, denk ik, het strijdtoneel van de wedstrijd mag verlaten. En uw beste kijker zie ik graag terug volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van Studio Vlaams Parlement.